Dan nog meer bijzondere bewakingsbeelden. De ochtend van dinsdag 7 mei begon in het Noord-Brabantse Sint-Willibord met een harde klap en een felle brand. Vanaf de vroege ochtend van 7 mei slaan de vlammen uit café De Toffe Peer aan de Dorpstraat in Sint-Willibord. Kort nadat er een auto tegen het pand is aangereden, is er brand uitgebroken. Omdat er gevaar dreigt voor omliggende bewoonde huizen, schaalt de brandweer al snel op. Uiteindelijk kan het café toch niet worden gered. De politie gaat er vrijwel meteen van uit dat er sprake is van brandstichting. Want opmerkelijk is dat er een paar dagen daarvoor al is geprobeerd om brand te stichten. Op vrijdag 3 mei om 3:50 ochtends komen twee personen de Dorpstraat inlopen. Eén met twee jerrycans, de ander met iets van een mogelijk zelfgemaakte stormham. Eerst proberen ze het na enige aarzeling samen. Dan de persoon met de helm alleen. En ook de andere waagt een poging. Maar de deur van het café blijkt te stevig. Ze geven het op. Dinsdagochtend 7 mei wordt het dus voor grover geschut gekozen. Rond 4:30 rijdt een gestolen Kia Sportage tegen de pui aan, waarna het café in brand wordt gestoken en er ook van de auto niets overblijft. De witte Kia was een uur daarvoor zo'n 10 kilometer verderop weggenomen vanaf een parkeerplaats aan de Roerdomp in Etten-Leur. De politie hoort het ook graag als iemand de auto tussen ongeveer 4:30 en 4:30 zag rijden en bij het café heeft gezien. De daders zijn daarna lopend gevlucht in de richting van de Sportparkstraat. Wie zag ze daar nog? Natuurlijk zoekt de politie getuigen van de brandstichting en een aantal specifieke getuigen. Zoals de inzittende van deze kleine lichtkleurige bestelwagen die kort voor de brand door de Dorpstraat reed. En de inzittende van deze auto, een groot model bestelbus met een logo aan de zijkant die vlak voor de brand via de Dorpstraat richting de A58 reed. Net als tenslotte de bestuurder van deze auto, die tijdens de poging brandstichting een paar dagen ervoor langsreed en juist kwam vanuit de richting van de snelweg. Was u deze bestuurder of weet u wie deze bestuurders kunnen zijn? Laat het dan meteen weten. En uiteraard willen we graag weten wie er meer over de twee mannen op deze beelden kan vertellen. We weten niet zeker of ze ook direct betrokken zijn bij de brand een paar dagen later. Die Café De Toffe Peer wel in de as legde. Maar de politie wil graag weten wie dit zijn. Hun gezichten zijn niet te zien, maar mogelijk zegt de kleding of de helm die een van hen draagt u wel iets. En deze beelden kunt u nog beter bestuderen natuurlijk en rustig op uw gemak op onze site. Wilt u dat anderen meekijken, dan kunt u het fragment ook makkelijk delen via de site of onze Facebookpagina. En ook wil de politie natuurlijk heel graag met iedereen spreken die meer over het waarom kan vertellen. Wie of wat zat er nou achter deze gerichte acties op café De Toffe Peer in Sint-Willibord? Vertel het via 0860-70. En ook de criminele inlichtingeneenheid is bereikbaar voor degenen die daar liever hun verhaal kwijt willen.